President Chandrika Prasad Santokhi wenst graag het land verder tot ontwikkeling te brengen met alle Surinamers ongeacht ras, politieke kleur of geloofsovertuiging. Het staatshoofd is kort geleden gestart werkbezoeken te brengen aan ministeries en werkarmen. Daarbij liet hij zich informeren over de werkzaamheden die verricht worden en de plannen van de departementen. Op dinsdag 18 augustus 2020 was president Santokhi te gast bij het ministerie van Volksgezondheid. Minister, met uw staf wil ik alvast mijn dank, waardering uitbrengen namens de regering aan jullie allemaal. Bijzonder het ministerie met alle medewerkers die bezig zijn met de beheersing van COVID. Ook alle andere medewerkers. Gezondheidsmedewerkers, specialisten, artsen, ondersteunend personeel. Wil ik bedanken. In feite moeten deze cijfers vandaag ook aan de samenleving gepresenteerd worden. Hoe erg het is. De samenleving is nog onvoldoende boos. De samenleving denkt dat we nog steeds bezig zijn hun te pesten, hun te beperken. En met het gevoel van dat het niet zo erg is. En dat het een normale griep is. Al die dingen zijn er nog. Maar laten we die bezorgdheid presenteren. Dat beschikbare artsen minder worden. Beschikbaar gezondheidspersoneel minder wordt. Dat er druk komt op de reguliere gezondheidszorg. En dat het gevaar enorm groot is. Dat er meer levens te betreuren zullen zijn. We moeten ze confronteren met de keiharde realiteit. Maar ook aangeven dat als dit zo doorgaat, dat een totale lockdown of een partiële lockdown niet uitgesloten zal zijn. U zult regelmatig van mij feedback krijgen. En u zult regelmatig van het team voor COVID ook de nodige rapportages krijgen. En als er urgente zaken uwerzijds gewend zijn, gaan we u dat ook op de juiste manier doen toekomen. U mag ook weten, president, we gaan ook de inzet van ervaren beleidsmakers, deskundigen, opvragen, betrekken in het beleid. En we hopen middels het breed betrekken van iedereen, we kunnen ook in de presentatie zien, we willen zo breed mogelijk betrokkenheid hebben van de actoren, maar ook deskundigen extern en intern, inzetten om zo snel als mogelijk te geraken uit deze gezondheidscrisis, zodat we kunnen gaan naar een stuk normalisatie, ook van het beleid gericht op volksgezondheid. Maar ik wil eindigen met het overhandigen. Symbolisch, maar het zijn onze eerste 5 officiële protocollen.